Yo mensen, welkom! Vandaag mogen jullie mijn dag bepalen. Ik ben hier met de oh, dat mag ik nog niet laten zien. Vind je Sofia zijn leuk? Zeker. Nee, ga nou weg! Dat mogen mensen nog niet weten. Ja, ik ga ze vragen, moet ik de bankjes meenemen op reis? Ja, maar het is allemaal onscripted. In ieder geval mensen, zeker een duim op deze video en abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt. En ja, volg me ook op Instagram. Mijn Instagram staat beneden. En ons zo, mij ook. Maar ik ben er nog niet. Oké, nu gaan we door naar de eerste Instagram story. Yo mensen, vandaag mogen jullie mijn dag bepalen. Ik zit er nu op Schiphol, dus wat gaan we als eerste doen? Vliegen! Of lopen. Nou mensen, dankjewel. Jullie hebben allemaal vliegen gestemd. Nee, helemaal niet. Op lopen. Je wilt toch de avond vierdaagse doen met je familie? Ga even oefenen. Nee, jullie zijn er nog niet. Oké, we gaan nu door met de tweede story. Lekker stemmen. Mag ik mee bij de tweede story? Nee. Maar ik ben er nog niet. Nee, jullie zijn er nog niet. Oké mensen, tweede story. Weet je, even stil. Waar gaan we heen? Naar Berlijn of naar Ibiza? Oké mensen, ik ben nu aangekomen op vliegveld van... Ja, jullie zien het, Ibiza. Wel een beetje warm. Nee. In ieder geval, zijn jullie klaar voor de nieuwe Insta-story? Die komt nu. De vraag is nu, mogen de banks dus mee of vakantie? Nee, hou mee. Oké, en stem even goed. Want Anja is vervelend, moet ik iedereen weer terugsturen? Zo, daar heeft natuurlijk helemaal niemand zin. Oh, mijn hoes. Dankjewel. Dank u wel, random meneer, dat u me daarbij helpt. Toppie. Kein probleem, Manfred. Hoe heet u? Manfred. Manfred, ver. Wie wunderbar. Hebben ze al op die like-knoppen gedrukt? Ja, ik moet wel zeggen dat er opvallend veel Duitsers hier in Ibiza zijn. Dat kan het bij liggen. Donde está la biblioteca. Ja, oui, oké, doei. Mensen, jullie hebben massaal op ja gestemd. De lens is helemaal vies. En nu mogen jullie eigenlijk in de video. Onbekend. Zijn gewoon in die 10 minuten hier gewoon overgevlogen. Maar ik zou voor de volgende vraag. Ik wilde eigenlijk met de trein, want. Volgende vraag zou ik zeggen: van gaan we in een Marriott slapen of een ander hotel? En dan in de tussentijd doe ik even onze boekingbevestiging aan het balie geven en check ik vast voor jou heen. Oké, maar doe wel even nog in je story plaatsen. Oh, heb ik het nog verraad? Maar ik ben er niet trouwens. Nee, je bent er nu wel. Oh nee, ik ben er. Oké, er komt nu een nieuwe story aan. Hebben jullie plezier met z'n tweeën of wat is dit? Ik vind het echt heel leuk. Mensen, we zijn aangekomen in Ibiza. Hoeveel kilo? Of niet, maar in ieder geval. Moet ik in een Marriott gaan slapen of in een 1 ster hotel? Ja, laat het even achter. Ik ben benieuwd, man. Wat is dit? Oh, wat je is mag dit? Ah! Oké, mensen. Ja, klootzooi. Weer niet gelukt. Het is toch het Marriott geworden. 5 sterren in plaats van 1 ster. Spijt me. Dit is trouwens fucking raar, hè. Ik ga echt geen hotline geven op mijn kamer. Dat vind ik echt fucking gay. We hebben hier mijn bed. Echt fucking groot. Kijk, ik kan helemaal hierheen lopen. En dan heb je nog steeds naar mijn bed. Kijk hoe groot. Wauw. In ieder geval, daar gaat het niet. Het gaat om het feit dat er geen fucking lichtknopje is in het midden van de kamer. Je hebt één zo'n pauperkleine lamp in die hoek. Dan heb je een klein bureaulampje hier. En bij je bedlampje. Fucking raar. Dus ik moet zo gaan staan. Dan zie je maar niet. Hey. In ieder geval, er komt straks weer een nieuwe Instagram story online. Hoop ik ga je allemaal lekker stemmen. En wil je nou dat ik het nog een keer ga doen? Laat dan zeker achter in de comments. En vergeet niet mij te volgen op Instagram. Mijn Instagram is Koen. Gewoon K-O-R-N. Hoe cool is dat? Even serieus. Ik ben net lekker gezwommen. Lekker gedoucht. Had ik nog wel een story over kunnen maken of ik mocht zo helemaal een douche. Maar ik had gewoon zin om te zwemmen te douchen. Dan kun je gewoon lekker tief schrijven. Dan ben ik gewoon eerlijk in. In ieder geval, we gaan nu denk ik wat te eten zoeken. Lekker. Oké mensen, we lopen hier dus. Nog een biertje. Door Ibiza. En nu is de volgende vraag. Moet Mark naar huis of niet? Stem. Starbucks halen. Mark. Ja. Ik heb slecht nieuws. De mensen willen je weg hebben. Wat zeg je daarop? Kapitein Koen heeft een andere mening, denk ik. Huh? Helemaal niet. Wat is die ook dan? Kapitein Koen, abonneer nu voor de nieuwste aflevering. Aflevering 1, 2 en 3 zijn natuurlijk al online als je dit kijkt. Maar 4 komt er snel aan. Is dit genoeg promotie? Ja, is goed. Kapitein Koen is een nieuwe hitserie. Je moet Bas niet filmen. Mogen Bas niet filmen. Matthijs, zit je nou porno te kijken? Of zit je eigen diss-track reactie te kijken? Nee, meen je niet. Wacht. Volgens mij zit een misverstand, jongens. Drankspelletje. Elke keer als Mark zucht bij Milo's district reactie, dus ja, ik zou hem niet accepteren hoor. Even jullie hebben het opgenomen hoor, in de video. Ja, wat is het? Ik wil die zo graag zien. 5 euro, dan is hij jou, voor jou. Goed, een tikkie in de beschrijving als je wat tikkie betaalt, krijg je. Oké, mensen thuis. We hebben snel, in deze 24 uur snel. Grootste talent op de Nederlandse velden. Kapitein Koen, nieuwe serie, hitserie, inkomen. GTST missie maken op derde plek dit jaar voor de gouden televisie. Koen. Ja, dank. Kapitein Koen. Hey, moet je even opdommen met die kutcamera? Nee, vuile vieze nee. Kutvlog of vuile kuttelikkers? Wat gaat Baska door de bus roepen? Vuile kuttelikkers of blululul? Nee, de echte poll is... Gaat Koen naast Matthijs zitten? Dat is de vraag. En hij zit naast papa Roelie. Helemaal oké. Bas.
vuile. Wat bedoel je? Ik zal niet wat je wil. Koens video moet even leuk worden. Als ik dat gedaan heb, is echt geweldig. Maar ik snap niet wat je wil. Vuile wat? Ja, ja. Oh, oh, je moet vuile kutten likken. Wat doe je? Yo mensen, welkom bij een super leuke vlog. Vandaag zit ik in de bus. We gaan EA spelen. EA Play. Super veel zin in. Ik heb echt super veel zin om een nieuwe modus uit te spelen. Super leuk. Abonneer ook even op Mark, van Missie Mark natuurlijk. Super leuk. Ik heb een nieuwe game mode. Ik heb een nieuwe game mode. Ik heb dus gehoord dat deze FIFA heel veel nieuwe opties heeft. Ik ben super benieuwd. FIFA 18 was niet zo mijn spel, maar dat mocht ik eigenlijk niet zeggen. Dus ik ben FIFA 19. Ik hoop dat het echt leuk is. Oké, abonneer even op DNPNL. Ja, leuk. Oké, mensen, we hebben nog een paar uur voordat de 4e uur voorbij zijn. En de volgende vraag is: welke game zou ik gaan opnemen? FIFA 19. Of Battlefield 5. Laat het weten, stem. Wat ga ik doen? Oké, maar zoals je achter mij kan zien, ben ik op het EA Capture Event. Daar zitten alle bankzitters. En we zwaaien, jongens! Jongens! In ieder geval, ik ben bij het Video Capture Event. Daar ga ik deze video ook afsluiten. Vanaf 12 september komen er 94 video's. Dus heb je daar zin in? Doe er zeker een duimpje omhoog. Bedankt voor het stemmen op mijn Instapost. Ik ben er super serieus mee omgegaan, zoals je hebt kunnen zien. En ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je het leuk? Vergeet zeker een duimpje omhoog te laten. Abonneer even beneden hier in de beschrijving. Druk op dat belletje. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.